Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is zondagochtend 6:30 en ik ben in een hotel in Beaune in Frankrijk. Wij moeten vandaag nog zo'n 400 kilometer rijden naar de camping waar wij heel vaak komen. Het is nu dus 6:30. Ik ga even het bedje van Ster opruimen. Alvast wat opruimen en even douchen. En 7:00 kunnen we dan ontbijten. En dan nog wat spulletjes inpakken. En dan gaan we verder rijden. We komen zo bij een hele leuke speeltuin aan de Route du Soleil. De paddenstoelen speelt bij tuin. En dan gaan we lekker spelen. En daarna nog 3 uurtjes rijden ongeveer. Zo. Nu is dat het eten. Ja, op naar het ontbijt. We zijn daar nog. Op naar de paddenstoelen speelt hij mij. En daar. De camping. De camping. Maar dat ga je voor geen meter. Nou. Weer 10? Ja, zeker. Je glijdt voor geen meter. Glijbaan! Ik ga niet glijden met z'n nee, dat hoeft ook niet. We kunnen ook deze onderkant droog maken met de hand. En dan kan je van de glijbaan af. Ja, maar ik ga eerst kijken hoe dat glijbaan. Kijk. Hij glijdt bij... Oeh! Heel leuk! Nou, niet leuk. Nee. Wil je de onderkant droog maken? Want ik denk dat ze daar... Oei! Nou. Kom eens. Zo. Het hoeft ook niet. Zo. Oh. Sterretje. Waar ben je? Kom je? Ja, kijk. Kijk dit. 1, 2. Is goed, schat. Mag ik? Ja, kom maar. Zaza. 1, 2. Ik ga ook. De kakkelen. Wee. En Zaza doet kakkelen. Oh. Nee, schat, is echt te koud. Zo. Nou, de laatste ga ik zelf proberen. Oeh. Oh nee, toch niet. Hoppa. Zo. Jawel, dat kan ik wel. Alles is zo nat, jongens. Kijk, ik ga hem droog maken voor je. 1, 2. Ja, je hebt een beetje natte billen zo. Wil je je jas aan? Ja, ik heb het een beetje koud. Heb je het een beetje koud? We gaan nat en alleen koud onder. Ik ga steeds van de glijbaan, dichte glijbaan. Zo, andere kant. Zo, ook dicht? Ja, ik ga wel weg. Heen. Zo? Met capuchon op bedoel je? Ja. Je gaat niet zo hard op deze. Oei. Woei! Twee. Kom eens, Sterre. Lauren gaat niet, schat.
bij Mila op schoot. Dan ga je veel te hard. Ga van de dichte bloem daar. Waar je net afging met Lauren en Mila. Ik ga van die af proberen zonder jas. Oké. Ik ga het heel hard. Ja? Nee. Oei. Waar ben je? Ze gaat niet zo hard. Ze gaat niet zo hard. Nee. Nu ga ik. Ja! Ik ga nu komen. Zo gaat het dus met een hand. Ja, maar nu zijn jullie billen nat. En dan ga je helemaal niet zo hard meer, behalve jij. Ja, iets te hard. Ik ben heel zwaar. Nee, ik denk dat door je natte billen komt bij jou. Ja? Oh nee, wat als je... Oei! Nou, ik ga wel hard. Alles is nat. Is alles van Mila nat? Ja, de billen, de trui. Maar de trui kan ze zo nog uit. Ze heeft nog een vest. Dan moet je even je broek van gisteren halen we zo even alleen uit een koffertje. Alleen mijn billen is nat. Oh, jij hebt ook natte billen. Moet jij ook even je broek van gisteren aan? Mijn onderbroek is ook een beetje nat, maar die maakt niks uit. Dat maakt niks uit. Gaat Sterre nou nog een keer? Ja. Sterre! Ik ga ook nog een keer. Sterre, mag ik achter je aan? Kijk wat je krijgt, tandje. Ja, dit is hele nare grond. Waar is je er alweer? Ja, Mila af! Ga je met Mila af? Ja. Oh, weet je wat dat is? Ja. Een? Slang. Worm. Een slang. Een worm. Moet ik hem kijken? Moet ik hem vasthouden, Sterre? Hé! Hey. Voorzichtig. Ik ook lucht op mijn haar. Wow. Je hebt een worm. Voorzichtig, hè? Leeft hij nog wel? Ja. Ja. Mila! Sterre. We kunnen zo gaan. Oepla. Mama, ook op de glijbaan. Ja. Dat is goed. Maar jij eerst? Mama eerst? Ja. Oké, okay, tussen de 6 en 12 jaar ben ik dat? Ja. Oh, top. Nee. Mama, mama. Nee. Maar jij? Maar jij mag eerst. Mag mama eerst? Je mag. Oké. Okay. Je mag eigenlijk niet. Oké, okay, tel maar af, Ster. Ja, je mag wel. Mama, die vloog eruit. Wee. Mama, ik ga niet aan. Tussen de 6 en 12. En jullie zijn niet tussen de 6 en 12. Niet de 1. Wee. Dat gaat gelukkig wel. Mama eindigt helemaal bij het putje. Ja. Ja, ik heb ook natte billen nu. Ja, Lauren heeft het niet koud. Wee. Ben je nog een keer? Kom maar, lopen we er helemaal omheen, hè? We denken even Elsa. Helemaal eromheen? Ja. En dan kunnen we erop klimmen. Want wat Mila doet, dat lukt ons niet, hè? Wat gaan jullie doen? Even via de lage kant. Want anders kukelt Sterre eraf. Zo. Zullen we in de pan klimmen? Oh. Oeh, sorry Ster, ik wil je helpen. Sorry, heb je? Ja. Zo, 1, 2. Gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Maar jij mag eerst. Nee, jij mag gewoon.
Mama wacht wel boven. En jij mag dat ben je ook. 1, 2. En? Wee! Mag je eens... Mama, een spin. Een spin? Ja. Oh. Mama, kom ook. Mama, kom ook? Ja, je trapt er niet in dat mama zei. Laatste keer dat mama gaat hoor. Sta je te wachten? Ja. Ik vind het een beetje spannend. Kijk. Oeh. Spin. Mag het gedaan? Ja, mag. Ik ga nu. Nou, ik zou deze niet nog een keer doen. Zullen we in de paddenstoelen kijken? Ja. Ja? Kom. Maar ik ga even zwemmen. Kijk uit. Klimmen. Wil je erop klimmen? Ja, dat kan. Ja. Zo. Ja, wil je erop klimmen? Ja. Zometeen. Ja? Tussen 3 en 6. Ja, jij nu mag niet meer. Sterren mag niet meer. Alleen Lauren. Oh. Ze allemaal kun je omhoog klimmen. Ja, maar Ster, wacht even, Sterre. Kunnen we even kijken of er een betere trap is? Zullen we even kijken? Ja. Ik vind deze een beetje lastig. Is wat voor trap? Er is ook een trap. Die? Ook een gewone? Ja. Kijk eens, Sterre. Hier, dit is een goede trap. En je kan ook van deze paddenstoel naar die. Nou, zullen we gaan? En van deze naar boven. Die. Even, Sterre, zal ik je op de eerste tree tillen? En toe. Zo, voorzichtig. Mama, je kan via een andere ook naar een andere. Ja, dat dacht ik al. Ik ben hier nog nooit boven geweest. Ik wel. Oeh. Ik was hier. Het is ook niet echt voor mama's gemaakt. Mama, doorheen naar een andere paddenstoel. Kijk dan. Pas precies. Oeh. Oeh, ja. Even kijken. Oh ja. Dit is een schuimlaan. Het is hier heel nat. Voorzichtig hoor. Ik ben hier al vaker genoeg. Ah, dit is te ladder. Ik nog nooit. Dit is de prins. Zo. Hey. En de trap is hey. Ja, gaan we zo met de trap naar beneden. Hey! Ik ga naar beneden. Met de trap, hè? Kijk uit. Goed zo. Oh, oeh, gaat het? Mama, ik lijk kabouter plop. Mama gaat zo eerst van de trap, want dan kan ik jou het laatste eraf tillen. Mie, kijk het, schat. Mama eerst, oké? Ik lijk dan kabouter plop. Ja, ik lijk je met zonder rode lip. Moet ik je tillen? Nee, kom maar, je kan zelf. Ja, we zijn er. Ik til jou het laatste stukje. Kom maar, zet maar een stap. Goed zo. Kom, we gaan in die rijden. Even anders je hand. Zo, stap maar. 1, 2. Nu kan. Oh, goed zo. En nog één. Goed zo. Goed zo. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oké, wacht heel even, Ster. Ga mama eerst naar beneden. Dat is een grote. 2. En? Oei! Zo. Mag Loon ook nog een keer? Wat wil je doen? Ik ga even. Ik denk dat die erg groot is. Dat die stappen te groot zijn. Hier is die ladder. Daar is dat touwding. Nee, dat is wel. Oh, wat is de trap? Ik heb de trap nog niet gevonden.
Zo. Ik vind het niet koud, Lau? Nee? Nou, we gaan nog even lekker spelen. En dan weer een stukje in de auto. De tweede stop. Wil je ook een keer drukken? Je mag gewoon in het midden drukken. Of niet? Ja, je kan er een muntje in gooien, denk ik. No. I don't have one. Mama, Dada, en... Wacht. Wat is er? Nee, het is niet briljant. We zijn er! Stel je dat even altijd hoor. Oh, hier zijn we. Ja! Deze camping zijn we al een keer geweest. Ja, joh. Met, maar is dat handig? Ik zou het doen en kijken of je naast het zwembad kan parkeren. Nee. Toch? Ja. Mira, de glijbaan, de zwangerglijbaan. Oh. Anders zijn we zo weer weg, want zij gaat anders ook. Denk je dat er al mensen zwemmen? Nee, ik niet. Niemand. Het is best een beetje Freud. Een beetje Freud. Oh, kijk, oh nee. Ja, maar hij is heel nat, hè? Kom eens kijken. Mag ik op de glijbaan? Op de glijbaan moet je even met Mina doen. Zijn op vaar? Mam, kijk. Kansie. Kijk eens. En ondertussen zijn mijn ouders aan het inchecken. Kijken of de huisjes al klaar zijn. Het is al 4:50. Dus ik gok dat we er wel in kunnen. Lijkt op klei. Het zijn allemaal stenen, hè? Ja, klei. Nou, ik ga eens kijken. We zitten op de plek die ik hoopte. Ze hebben namelijk meerdere kinderhuisjes hier. En ik hoopte dat we tegenover de paarsjes zouden zitten. Dat is aan de complete andere kant. Maar zo groot is het niet dan waar we normaal zitten. En daar zitten we. Dus ik ga nu met de auto die kant op. Mijn vader die komt met de aanhanger zo meteen achter mij aan. Ster is met mijn moeder in de speeltuin. Want die wil gewoon even zelf. En Mila en Lauwe staan als het goed is bij het huisje. Maar ik kan me voorstellen als ze zo meteen even teruglopen. Want dit duurt natuurlijk altijd langer dan ze willen. Zeker als je erop wacht. Zo, even kijken. 1 tot en met 21. En 18 tot en met 22. Dus we gaan er hierin. Langs de trechter. De reis ging weer super goed. Ze hadden dus die stickerboekjes gekregen. Ja, dat werkt top. Tassen speelgoed achterin. En daar vermaken ze zich gewoon de hele reis mee. Ster heeft gelukkig net 3 kwartier geslapen. Daar ben ik heel erg blij mee. En Lauren heeft vandaag ook 2 keer zelfs geslapen. Dus nou, helemaal goed zo. Even kijken. Ik gok hier ergens. Ik zoek nu de kindjes, iets nummer 7.
tussen. Ja, ik zie hem. En nummer 22. Nou zit ik even te denken. Kan beter andersom komen de volgende keer. Een auto voor het huisje. Och. En ik zie nu, ze hebben het huisje niet op slot gedaan. Dus de meiden zijn al binnen. Mila, die wil de bed niet opmaken. Even kijken. Nou, is het leuk? Oeh. Het lijkt. Ik ga kijken eens bij de douche. Ik ga kijken, meiden. Hier slaapt Mila. Maar er is nog een bed. Dus we zouden hier zelfs met sterren kunnen slapen. Heb je al in de speelkamer gekeken? Ja. Is het leuk? Ja. Met een winkel. Oh, dit is heel leuk. Wauw, ja, meiden. Wat moeten we dan met dat tafeltje en die stoelen doen? Op de veranda, denk ik. Kijk nou. En een plek om er te verschonen. Ja, ik kom kijken bij de douche. Hij is echt heel cool. Is die heel cool? Ja, kom maar kijken. Oh, wauw. Zelfs met z'n tweeën bijna. Ja, veel ruimer. Zelfs met mama. En mama de bed. Nou, we zijn zo blij met het huisje. Echt niet normaal. Het is echt ideaal. Het lijkt ook een stuk ruimer. De meiden zijn buiten aan het knutselen. Kijk. Aan het tafeltje wat eigenlijk hier stond. Daar staat op het boek. Oh. Mama, mama. Ja hoor. Mama. Ga hier lekker alles regelen. Spullen uitpakken. Bedjes opmaken. En dan zorgen dat we gezetteld zijn voor de komende 2 weken. Nou, het is ingericht hoor. Al sterren er spullen, er bedje, het verschoonding klap ik in als ze gaat slapen. Het winkeltje. Leuke vloer. Een poster. Wat vinden? Ja, meneer. Ja, meneer. Bedden van de kindjes. Mila daarboven. Laura en daar. En kleding. Nou, en dan. De woonkamer. Mijn slaapkamer met wat extra ruimte. En de kast. Super fijn. En dan hier de badkamer. Maar ik heb hier even mijn toiletas gewoon gedumpt. En hier de dingen die uit de kratten kwamen. Want dan is dat leeg. En dan. Dat is toch gezellig. Het regent. Pijpen steden, zoals je ziet. Mila en Lauren zijn wel lekker gewoon over de camping aan het zwerven. Want ja, die kan je natuurlijk moeilijk in zo'n huisje houden. Ik moet nog heel even de koffertjes uit de auto pakken. Want daar zit voor mij bijvoorbeeld mijn lekkere broek in. Een soort pyjama broek, chill broek. En er liggen nog dekens, gewoon lekkere dekentjes van ons thuis. En die wil ik nog graag hebben. En dan hebben we het wel. Mijn laptop ligt er bijvoorbeeld ook in. Best belangrijk. Leuk hier, Ster. Ster is gewoon heerlijk aan het rommelen en aan het rondlopen. En het is ondertussen... Oh, wacht. Kan ik hem beter neerzetten? Al 6:05. Dus ik ben hier best lang mee bezig geweest. Maar dat geeft niet. Dan is alles wel klaar. Om 7:00 kunnen we eten bestellen. En ik ga natuurlijk voor de pizza vegetarienne. Die vind ik zo freaking lekker van hier. Ster is met het nachtlampje van de meiden aan het spelen. Die staat daar onder het bed. Kijk. Dit is mijn nacht. Waar ben je nou? Ik ben een... Ja, jij bent zo lekker aan het spelen, Ster. En ik heb nog een extra hoeslaken wat ik misschien daar omheen doe. Ik kan dat kind maken. Ja, jij kan dat. Kan je dat? Volgens mij. Komen Jut en Jul. Oh, we gaan toch weer spelen. Oh, dat is goed, meiden. Kijk.
Maar niet zomaar dingen pakken alsjeblieft. Okay. Ga maar lekker spelen. Oké, ik heb het ook. Dat dacht ik al. We hadden ook heel veel kleintjes, maar hebben we toch weer teruggelegd. Heel goed. Want hier staat alles in. Dus. Maar zullen we afspreken dat je niet meer zomaar de receptie ingaat? Ja. Oké. Lekker spelen. We hadden alleen even kijken voor een lolly, maar die waren we er niet meer. Jammer. Nou. Jammer. Kijk, hier staat ook de koek in. We kunnen ook alle recepten of dingen namaken. Leuk zeg. Hey, waar ben je? Sterren? Waar ben je nou? Koekoe. Ja, kijk uit hoor, want anders dan draai je helemaal vast in het gordijn. Zo. Ach, we moeten nog een servet kopen. Zal ik even de lijf eraf halen? Ja, zie je, dat smeert ze aan de vuur af. Heerlijk gegeten. En nu tijd om de meiden op bed te leggen. Sterren, kom! En om de vlog af te sluiten. Dus super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Kom, Sterren, zo ligt het nou niet lekker.